Ik denk over mezelf dat ik probeer altijd straight te zijn, wel empathisch en creatief. Nou, mag ik een voorbeeld noemen? Ik vond het heel leuk dat wij op het First European FACT Congres, FACT is Flexible Assertive Community Treatment, hè, dus wijkgerichte sociale psychiatrie voor ernstige psychische problemen, dat de medewerkers die ik had meegenomen naar Rotterdam heel enthousiast naar me toe kwamen. Ik ben zo blij, ik leer niks bij hier, want wij horen tot de top. Dan ben ik blij dat die mensen trots zijn op hun werk. Nou, dat soort dingen, dat doet mij deugd. Dat ik denk, we doen echt iets wat de kwaliteit van leven verbetert voor patiënten, het plezier in het werken verbetert voor de medewerkers en de medewerkers enthousiasmeert om leergierig te worden. Want het valt mij op dat heel veel professionals die zijn, dan halen hun bul en doen nooit meer een boek open. En dan denken ze dat ze het kunnen. Nou, ik probeer mensen mee te nemen bij de dingen die moeten gebeuren. En dingen die moeten gebeuren kan enerzijds zijn dat iets nieuws moet worden ontwikkeld. Kan ook zijn dat er slecht nieuws is, bijvoorbeeld financiële problemen. En dan probeer ik toch de mensen zo goed mogelijk te coachen in dat traject. Ja, de bezuinigingen in Vijverdal bijvoorbeeld, er moest 1/3 van de begroting af. 200 mensen moesten ontslagen worden. En toch wilden we de zorg innovatie door laten gaan. En de academisering door laten gaan. Dat is gelukt. En de 80 mensen die ik moest ontslaan, daarvan is er maar eentje uiteindelijk onvrijwillig werkloos geworden. En de rest heb ik allemaal iets voor kunnen verzinnen. In mijn visie en in mijn gedrevenheid ben ik heel dominant. Maar ik wil en verwacht ook debat en tegenspel en dialoog. En ik zal nooit vanuit ik ben de baas autoritair een opdracht geven. Dat doe ik wel op momenten dat ik vind dat iemand er echt een puinhoop van maakt. Je moet mij vragen als het gaat om de inhoud, als de inhoud prevaleert, ondanks het feit dat heel veel instellingen denken nu door de politiek-financiële crisis, zeg maar, dat de inhoud minder relevant is. Ik denk dat de inhoud relevanter is dan ooit, juist als je moet bezuinigen. Als je in een bestaand huis iets wil veranderen, loopt het nooit zoals je denkt. Dus je trekt een muurtje eruit en dan blijkt een rotte plafond te zitten, of ik weet niet. Dus er is altijd, het gaat altijd anders dan dat je denkt. En je kunt volgens mij niets uittekenen van zo en zo en zo gaan we het doen. En dat is bij organisaties ook zo. Dus alles is onvoorspelbaar. En juist dat vind ik aantrekkelijk. Daar moet je flexibel van geest voor zijn.